Hi, ik ben Dave van de Dave Podcast. Vandaag heb ik Robert Greve van Trikt, beter bekend als Joe Dalton. En ik ga zijn hoofd vullen. Die is nasjotorico, echt weet wat er is gebeurd. Let's talk. Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave Podcast met Dave van Aarden. Robert Greve van Trikt. Valka, brother. Altijd goed, Dave. Ja? Goedemiddag. Oké, ga direct met de deur in huis vallen. Een paar jaren geleden, volgens mij was het 3 jaar geleden, nou, worden eens opgeschrikt met... Deze man is de reden waarom het slecht gaat in het land. Ja. Hoe voelde het aan? Het loopt nog steeds, hè? Ja, nee, maar hoe voelde het aan toen je zo werd beschuldigd? Een paria eigenlijk, zou je maar zeggen. Want je gaat van governor naar direct naar paria. Is wel een grote jump direct naar beneden. Nou, daarvoor als je dan al bedenkt van... Mijn god, hoeveel en hoe hard heeft de centrale bank gewerkt om die stabiliteit te brengen. En al die resultaten en verworvenheden. Die mensen hebben keihard gewerkt. En de werknemers en professionals. En vervolgens vanaf januari, verkiezingsjaar, dan ben je opeens de paria. En je wordt naar het onafhankelijkheidsplein, want zo voelt het, gebracht. Op de brandstapel. Je mag niet verbrand worden. Nou, ze zijn eerst begonnen met verbrande hout verzameld. En vervolgens zijn ze allemaal zwepen en zout gaan halen. Zo was het wel. Ik zeg het altijd, de tsunami van negativiteit is ontploft. Maar hoe... werd je daar behandeld? Laten we zeggen, je hebt ook cellmates, toch? Want je was bij Santo Boma. Je zat in Santo Boma, als ik me niet vergis? Ik heb allemaal gezien. Oké, maar dus laten we zeggen, je zat in de gevangenis. Waren er ook mensen in de gevangenis die kwamen van... Ena UM, ik meen mapina no, en om jou gaat de koers. Nee, in tegenstelling. Er werd juist gezegd van... Gof, kun je teruggaan? Want die Assisi, die is geen 5 SRD meer, maar ze 50 geworden. Onder jouw tijd was het nog draagzaam. Dus je werd goed behandeld? Het was heel anders in de vorm van... begin, wanneer het toen nog opeens was er sprake over... Ja, er is geld gestolen, er is geld weggeroofd. Ik denk, ja, er is helemaal geen moer gestolen. Ik weet niet, gaan jullie maar een beetje nagaan. Overal maar, dat werd je niet para dan in de geval van... dat maakt ik niet voor, man. Had je iets van, zit je in een twilight zone of hoe zit dat? Nou, voor iedereen die me beter kent, als dat zou zijn geweest, was ik niet hier. Ja. Ik bedoel, waar praten we dan over? Ja. Ik heb geen boot. Tenminste, weet je, aan het begin werd ook gezegd van... als je geen boter op je kop hebt, ga je nergens naartoe. Ja. Ik denk, nou nee, de feitelijkheden zullen spreken. Maar helaas, dat is... het heeft lang geduurd. Het heeft lang geduurd, omdat heel veel rapportages ook erna kwamen. Dus ongeacht of ik 47 keer heb aangegeven van... luister, dit en dit en dit is allemaal aanwezig. Al die documenten, alles wat... getekend is, welke richting we op gaan, strategisch beleidsplan. En we hebben een jaar gewacht op de deskundige van het OM, die uiteindelijk ook heeft gezegd, ja, er is niks mis mee. Ik denk, ja, oké, nu is het afgelopen, toch? Nee. Maar geloof je dat het moeilijk is voor mensen om te geloven wat je zegt, dat alles in orde is? Hoe er is zo veel propaganda gemaakt over het. Je hebt gestolen, je hebt fraude gepleegd, je hebt weet ik wat allemaal. Snap je dat voor sommige mensen het moeilijk is om te geloven? Wel, ik vraag niet om mijn woord te geloven. Ja. Maar simpel. Als er was gestolen en als er fraude was gepleegd, was het toch op zijn minst ten laste gelegd, of niet? Dan zou het OM zeggen van, je hebt gestolen, je hebt fraude gepleegd. Dat is inderdaad een strafdelict. Wanneer het niet ten laste is gelegd, want het OM heeft daar geen bewijs voor. Want er is niet zo, er is geen zelfverrijking. Ja, dan moet je op een gegeven moment gaan krabben van, dit is algemeen en publiekelijk bekend. Iedere journalist, iedere burger kan eraan komen. Vervolgens was het, en dus een hele leuke, de staatskas is leeg. En iedereen begon in die paria mee te gaan. En ik denk, ja, maar mensen, de staatskas is nooit leeg. Simpel. Ik heb het zelfs aan de penitentiaire ambtenaren uitgelegd. Ik zeg, je krijgt elke maand loon, toch? Iedereen krijgt een loonslip, toch? En wat is de derde regel op de loonslip? Loonbelasting. Nou, je hebt werknemers niet meer aan, dus je zal het heus wel moeten weten. Ik heb administratiekantoor dus. Dan nog weet je je loonslip. Ik bedoel, dit bedoel ik ook van mensen kijken. En dan denken we, heb je elke maand loon gekregen, zeg ik ze. En dan zeg ik, ja. Dus je betaalt ook elke maand belasting. Ben je de enige die belasting betaalt? Nee, iedereen. Iedereen. Dan hoe is de staatskas leeg? Dus alles is leeg, elke maand wordt hij bijgevuld? Je hebt inkomsten elke maand. Dus daar kan je alleen niet meer over praten. Toen was het opeens, mensen hun spaargelden zijn verdwenen. Mm-hmm. Die heb ik ook gehoord in Boma. Of ik zat eerst in Richelieu. En ik denk, oké, Dave, heel simpel. Heb jij een valutarekening? Of heeft je bedrijf een valutarekening? Als daar $10.000 stond en morgen is het weg, denk je dat je rustig zat? Dus niemand gaat naar de bank toe als hun geld is verdwenen. Yeah. Want ze zien nog op hun saldo dat het geld er gewoon staat. Mm-hmm. En niemand zegt, hé, dat is een leugen. Dat kan niet. Nee, we gaan verder met de paria en we gaan verder met... Eigenlijk ja, maar het was de hele tijdgeest ook, hè, van de vorige regering, er is gestolen. Know, dus en jij was een beetje het gezicht ook geworden ervan. Wanneer je op een gegeven moment kijkt naar politieke polemiek en praatjes, dan moet je daar op een gegeven moment doorheen kunnen prikken en zeggen van, hé, wacht eens even. Internationale reserve bij wijze van, is binnen 30 seconden gegoogeld. Want vanaf 2006 hebben we een publicatieplicht. Ja, maar Surinamers zijn niet googelaars. I get it. We zijn sensatiezoekers. Ja. We zijn eigenlijk, en dat vind ik ook kwalijk van Suriname. We praten eerder over personen en sensatie dan de inhoud van het geheel. Dus toen ook het IMF-rapport uitkwam over 2019, rondom februari 2020. Ik was al gearresteerd. Ja, die was vol lof over het beleid. Dus IMF was vol lof over het beleid. Ja, ja, ja. Dus wacht, ik wil het even herhalen. IMF-rapport was vol lof over jouw beleid. Ja. En toen was je juist gearresteerd dat er dingen waren verdwenen. Nou, er zijn wel meerdere dingen die naar voren kwamen. IMF-rapport was gewoon vast. We hebben een inflatie van 4,2% over het hele jaar. Wat is de inflatie nu? Dan weet je het al. We hadden economische groei, 2,6%. En dat kwam door het beleid van de centrale bank en de koersstabiliteit, alsmede de prijsstabiliteit. Dus het kwam niet door Hoefdraad dat jullie het zo goed deden. Het kwam door de centrale bank. Het is onze taak. Mm-hmm. Als centrale bank. Het is onze taak. En dat hebben we gebracht naar een ieder. Daarom heb ik op een gegeven moment ook op de bank gezegd, wanneer je een breakfast meeting hebt met alle mensen, ja, iedere discipline bij de bank, elke afdeling, iedere medewerker eigenlijk, moet er trots op zijn. Want je moet aan je buurvrouw kunnen vertellen, kijk wat ik vandaag voor je heb gedaan, toch? Ja, ja. Ik heb hard gewerkt, dus die stabiliteit is gebracht. Toen was het op een gegeven moment, ja, je hebt de centrale bank benadeeld. Dat heb je ook gehoord. Ja, je hebt geld gepakt. Nee, benadeeld. Ja, benadeeld. Je hebt een mooie deal gemaakt buiten. Met de overheid. Juist. Oké. Dus je hebt de staat bevoordeeld. Mm. Oké. Die gelden, ja, we weten dat de gelden zijn gebruikt om salarissen te betalen, uitkeringen en subsidies. Maar dat had je niet mogen doen. Ik zeg, oké, de zorgplicht en de stabiliteitsgarantie is mijn taak. Nee... ik vind dat een valse constructie om de overheid een blanco krediet te geven. Ik zeg nou, even serieus, gaan we terug. Het kopen van royalties, zoals de bankwet dat ook zegt, het kopen van het vorderingsrecht, een financieel instrument, ga niet te diep. Maar dat is toch juist goed? Ik kreeg de dollars binnen, ik kies de dollar, ik kies agotu. Internationale reserve is tegen. Zij willen SRD hebben om hun mensen te betalen of wat ze er ook mee moeten doen. Dat is het. Dat is zaak van minister, toch? Wat hij met dat geld doet. Dus fijn, contracten, alles in place. Resolutie van de president in place. Missieven van de raad in place. Dus alles was getekend? Alles was getekend. En goedgekeurd? Goedgekeurd. Dan kom je toch tot die verrassing na 10 maanden governor te zijn geweest. Dat opeens een minister in parlement en een regeringscommissaris en opeens is alles onkan. Ja, dus ik heb begrepen, dus die dingen waarvoor je werd beschuldigd, ze waren allemaal goedgekeurd ook door de... RVC, ja, Raad van Commissarissen. Ja, en de regering uiteindelijk. Hè, want... Dus je hebt geen enkele handeling gepleegd buiten die goedkeuringen? Nee, want... Ik moet het vragen. Ik moet het vragen. Dus... ik vraag het weer. Ik vind het een hele leuke. Ik vind het echt een leuke. Want, je hebt niet stiekem een beetje in je zak gezet of zo. Ik weet, ik vraag het gewoon. Alles was getekend. Alles wat je hebt gedaan is getekend. Kan niet, dus dat zei ik. Je gaat door mijn rekening heen. Er is niks op mijn rekening. Er is niks mee voordelen, weet ik veel. Het is, ik heb het eigenlijk ook gezegd. Ik zeg, mooi. Als wij de salarissen betalen van het Openbaar Ministerie, tenminste niet wij, wij doen de betaalopdrachten verwerken. Op de bank. Je weet toch? Wanneer je een betaalopdracht geeft van jouw rekening bij je commerciële bank, dan wordt het verwerkt door de bank. Dan opeens zeggen ze, Dave, deze overmaking had je niet mogen doen. De persoon die de betaalopdracht geeft. En de bankdirecteurs medeplichten, want ze hebben het verwerkt. Maar de bankdirecteur kan niet weten dat jij bezig bent. Ik ga niet erover. Nee. Als jij het op je rekening hebt en wij verwerken via het systeem, klaar. Tenzij het naar Al-Qaeda moet, dan kan je zeggen van, hey, wacht even, je mag niet werken met terroristen, maar... Bij wijze van, ja, maar, ja. Ik bedoel, wij krijgen ook niet de onderliggende stuk van als jij wat overmaakt, toch? Nee, of, anders moet je bij iedereen onderzoek gaan doen, individueel. Dus ik denk op een gegeven moment van, ja, oké. Dus ik zeg, artikel 20 is duidelijk, we zijn kassierder van de staat. Ja. Nou, dan wordt je het maar te lastig gelegd. Dan vervolgens is het, ja, ik vind dat de minister heeft verduisterd. En zo komt dus eigenlijk de verwarring bij ieder van de is weggemaakt. Ik zeg, ja, maar niet de eigen baten. Onthoud dat stukje. Dat je op een gegeven moment zegt van ja, de minister is inderdaad de afspraak gemaakt dat hij de schulden zou aflossen met die gelden. Mm-hmm. Dat heeft hij niet gedaan, niet volledig. Dan heeft gedeeltelijke aflossing gedaan en de rest heeft hij gebruikt om salarissen te betalen, de pensioenen, de uitkeringen, de subsidies, etc. En dat zie je dus ook daadwerkelijk. Alle betalingen zijn vastgelegd. Maar het is los van jou? Nee, want dan ben ik nu medeplichtig. Oh, want hij geeft je die betaalopdracht van zet 5 gulden daar, 10 gulden daar, 20 gulden daar. En ze hebben ervan gemaakt, dat is verduistering. Ik zeg maar, wacht even, niks is hier. Het is naar de ambtenaren, eigenlijk het volk, de zorgplicht. En wij worden daarvoor gevonnist, dan werden ze vervolgd. Mm-hmm. En ik denk, ja, hoe ver moet dit gaan? Toch? Ik bedoel... Ja, want je was eerst in een lekkere airco. Je hebt mooie wagen, alles. Nou, en ineens ben je in Boma. Ik zal je helemaal corrigeren, want dan gaan we terug. Ik was in een veel betere airco. Ik had een accountantskantoor met miljoenen omzet per jaar. Met een wet op de jaarrekening. Want ja, je zegt het ook zelf. Je bent bij een accountantskantoor. Yeah. Dus dat zijn mijn gemiste opbrengsten, zal ik maar zeggen. Je was te duur voor mij, man. Nee, dat viel me nog reuze mee. Maar ja, met al die studies enzovoort, ja, dan gaat je tarief een beetje omhoog. Een beetje. Dat heb ik gedaan met drie partners, allemaal afkomstig van KPMG en Ernst en Jong. Zo zijn we begonnen. Mm-hmm. En gescreend naar de wet op accountants door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. En je weet, ik heb samen met de accountants zijn we aangesloten bij de IFAC, mm-hmm. IFAC, dus de totale koepelorganisatie van accountants. Nog steeds, hè? Ja. Want je bent niet verboden. Nee, dus niet persoon, maar de organisatie Suriname. Suriname hebben we eigenlijk gebracht naar het internationale koepelorganisatie, net als Nederland, welk land dan ook eigenlijk. Dat is aangesloten in New York bij de koepelorganisatie. En doordat die handhaving in 2018 met die wet op de jaarrekening, denk je van accountants, die 16 accountants hier, die 20 accountants, ja, die hebben eigenlijk de lol van hun leven, toch? Ja. Dus daarom zeg ik, ik ben te duur, ja, waar je ook gaat nu. Maakt me niet uit, je schrijft het uit. Yeah. 50 man personeel, compliance officer, alles gescreend. Nieuw pand aan de Brokopondolaan. Mooi pand was het. Ja, is het nog steeds. Ik vind het jammer dat dit dingetje weg is. Oh, dat komt. Dat komt. Zullen we zo meteen over babbelen. Ja. En ja, toen kreeg je toch het verzoek van word governor. Ik heb 4 keer nee gezegd. En dat is nog het mooiste ervan. Ik sprak je een week volgens mij voordat je werd ingezworen of zoiets. Ja. Ze zeiden nog van jongens, ik ben benieuwd, bla bla bla. Dus, weet je, de keuze uiteindelijk nadat iedereen heeft gevraagd. En uiteindelijk Weiler Dilip Saad, een goede vriend van mij, die op een gegeven moment doorslaggevend was na de VSB en de Bankiersvereniging. En dat op een gegeven moment zei van, als je wil doen voor je land en volk. En toen dacht ik, weet je, mijn grootvader heeft de bankwet geschreven, 1956. Als je wat wil doen voor land en volk, nou dan gaan we inleveren. We gaan het doen. Tegen de wil van mijn vrouw, tegen de wil van mijn moeder, tegen de wil van mijn schoonvader, tegen de wil van die partner bij het accountantskantoor, tegen de wil van de werknemers. Ik denk, je bent een koppig ventje zo te zien. Weet je, het is iets van ik heb echt liefde voor Suriname. En geven om te kijken dat we op het beter spoor gaan. Alhoewel ik geen monetaire grondachtergrond heb, maar ik ken banken, verzekeringskantoren enzovoort. Dus ik denk, let's go. Laten we die uitdaging aangaan. Ik denk, nou ja, we beginnen. 5 maart of zo is het begonnen. 26 februari heb ik aan de president gezegd, hey, ik ga het doen. Dus je moet je voorstellen, je hebt anderhalve week. Nou, uitschrijven als directeur bij het accountantskantoor. Alle, weet ik veel, afhandelen van klantengesprekken. 168 klanten doorgeschreven van, hey, dit is de nieuwe managing partner van het kantoor. Erg haastig. Toen werd 1 maart nog een nieuw directieteam benoemd. Voordat ik aangesteld werd. Jij moet afstaan doen van posities of zo, is toch? Ja. Enige wat in de bank wet mag, is dat je nog aandelen mag behouden. Oké, dat wel. Dat staat er heel duidelijk. U mag aandelen houden. Dus dat heb ik niet. Daar heb ik geen afstand van gedaan. Alhoewel aandelen overschrijven is een mum van een cent. Dus... En toen kwam het leukste, eigenlijk beginnen met de nieuwe organisatie. En eind maart reis ik af naar Cartagena met William Ory, die is directeur monetaire zaken. En we zitten zo aan tafel bij de governors. Dus je hebt Caribbean en Zuid-Amerika. En we zitten dus bij Mexico, Uruguay, Chili en we houden het gesprek. En zij zeggen op een gegeven moment, ik weet wat Suriname heeft. Een probleem. ik zeg hen niet een beetje ook. Hè? Nee, maar hij zegt het anders. Jullie zijn afhankelijk van de internationale goudprijs en de internationale olieprijs. En jullie zijn daar onderhevig aan wat anderen bepalen. En dit hebben we ook meegemaakt in de jaren '80. Dus op een gegeven moment, je weet, mijn visie is altijd al geweest. Wij zijn niet bij de Caribbean, want zij leven op toerisme. Klopt. Wij leven op, we hebben goud, we hebben hout, we hebben visserij. We zijn... Voor mijn perspectief echt het 17e rijkste land. Alleen moeten we het nu waarde geven. We moeten de waardeschatting gaan maken. En hij zegt op een gegeven moment, hoe doe je think build Cancún? Hij zegt, Cancún. Ik zeg, die toeristische stad? Hij zegt, ja. Hij zegt, Banco de Mexico. En ik zeg, nee, dat bestaat toch niet? Hij zegt, ja. In de tijd in de jaren '80, toen de olieprijzen en de goudprijzen ook daalden in Mexico, ontstond heel veel armoede en inflatie, zie je gaan enzovoort. En ik denk, ja, oké, ik volg je. En hij zegt, nu gaan wij, de Banco de Mexico, gaat Cancún ontwikkelen voor diversificatie. Want we willen meer doen in toerisme. Wij willen meer doen in productie. Voilà. Oké. Hij zegt, ik druk 100 miljard en men begint. Zie het voor je, Dave? Men begint. Je ziet wegen ontsporen. Je creëert werkgelegenheid. Mensen trekken eigenlijk naar het gebied om te gaan werken. Je ziet ontwikkeling gaan. Dus hij zegt, maar het belangrijkste wat je ziet is hoop. Internationaal zie dat je bezig bent, in ontwikkeling gaat. Lokaal zie dat je in ontwikkeling gaat. En men heeft hoop. Men creëert werkgelegenheid. Ik denk, verrek. Hoop doet leven. Hoop doet leven, absoluut. Nou, toen zei ik, of William kwam in van, ja, maar dan komt het veel te veel pesos. 100 miljard pesos komt dan in omloop. Hoe ga je daarmee om? Hij zegt, afromen die hap. En dan maak je het weer niveau. Want op een gegeven moment hadden we toch wel inflatie, neutraal, dit project gestart. Ja. En ik denk, oké, wauw. Ja. Dus ik kom terug, en we komen terug. En ik zeg iedereen, 18, 25 man, gaan jullie zoeken of dit ook mogelijk is in Suriname? Want ik ben laaiend enthousiast. Ik ken dat monetaire gebeuren. Dus zo kregen we de rapporten en advies van, het staat er in de bankwet. Oh, je mocht het ook doen, ja. 6 augustus 1981 decreet. Het creëren van werkgelegenheid. En er staat zelfs, de centrale bank moet meer dan voorheen actief participeren voor de sociaal-economische ontwikkeling van het land. Ik denk, oké. Oh ja. Dit staat er al 42 jaar nu. Maar ik heb niet echt gemerkt dat de centrale bank tot nu toe echt bezig is om te ontwikkelen. Oké dan. Dus ik denk, maar hoe kunnen we zoiets hebben laten staan? Yeah. Dus van daaruit zijn eigenlijk de initiatieven en de projecten gerold die vervat zijn dan of in het strategisch plan, beleidsplan van de bank. Goedgekeurd door de RVC. Daarin is ook een prioriteitenlijst aan de hand van die projecten. De projecten hebben ook aangegeven in internationale speeches bij OIC, Organization of Islamic Countries, bij het IMF. En die zegt, shoot to go. Want hoe hebben wij dat ingedeeld? Wij hebben het gedaan, die projecten, om de products, dus een investmentfund zoals Noorwegen, de centrale bank, België, om dat hier gaan uitvoeren, zodat de productiesector tenminste die ontwikkeling kan krijgen met goedkope funding. Maar daarvoor moet je natuurlijk eerst je bezittingen van de staat moet je waarderen. Want je moet wel, je kan roepen 17e Rijksland. Net als heel simpel. Jij roept je bent multimiljonair, want je huis is 5 miljoen waard. Ja, maar je bent nog steeds geen miljonair. Je hebt de waarde ervan. Maar nee, maar weet jij, jij kan het roepen. Yeah. Maar doe dan even door een onafhankelijke taxateur. Ja, taxatie, ja. En die komt terug en die zegt, nou Dave, het is 400.000. Dus, maar jullie hadden in mijn taal, jullie hadden het land laten taxeren toen de tijd. Toch was een rapport dus uitgekomen. Dus daar waren we mee bezig. Ja. Nou, als je dan vervolgd wordt omdat jij projecten hebt uitgevoerd waarvan zij vinden dat het buiten de taken van de bank plaatsvindt, daar is net de discussie van, u bent bezig, ja het project is goed, ik ben bezig met de kuur van kanker. Maar ja, jij had het niet moeten doen, hè. Dat moest volksgezondheid doen, dus... Is dat het bedrijf uit België? Dus die man wordt nou ook... Clairfield, juist. Dus toen zeiden ze, ja, maar je hebt geen openbare aanbesteding gehouden. Ik zeg, wacht, stop. Maar je hebt wel vergelijkende, want ik heb wel vergelijkende offertes van anderen. Je bent niet, Clairfield is niet de enige. Oh, jullie hebben meerdere offertes aangevraagd. Ja. Ik herhaal, zodat het duidelijk is. Ja, het ligt daar en we hebben het ook aangeboden. Dat is het leuke. En alle offertes die praten over... essentieel voor de ontwikkeling van Suriname en de centrale bank. Ja, centrale bank noodzakelijk om die ontwikkeling te kunnen brengen. En ik denk, het staat er door dus financiële deskundigen die dat aangeven. Dan is het ook nog een leuke. In principe had de governor niet eens de directie hoeven te betrekken. Oh ja. Want de governor is de enige... Ik luister. ...die... de bank vertegenwoordigt in de ruimste zin des woords. Je bent directeur van je bedrijf. Wanneer het beleid bepaald is, je voert uit, je bent degene die het bedrijf bindt. Ja, de RVC gaat niet bemoeien in... in de operationele zaken, oké. Dus, ik denk oké, artikel 23 lid 1 is duidelijk, helder. En toch, Dave, heb ik de directie betrokken, omdat ik zei, commitment bij de pitch, bij de voorgesprekken. Daarom is er ook meegetekend. Dus wacht even, dus je hoeft ze niet te betrekken erbij, bij de mentaal taxatie van Suriname? Want je wilde bij geen enkel project, als het bij contracten tekenen. Juist, maar je hebt ze toch erbij gehaald en ze hebben getekend. Ja. Maar dan, wanneer deze mensen hebben getekend, toch? Jij bent opgesloten. Ja. Hoefdraad moest rennen, rent nog steeds. Ja. Wat about die mensen die hebben getekend van de RVC? Haha, eerste vraagteken. Ja, wat is met hun gebeurd? Van de directie. Ja. Oh, ze zijn vrij. Maar... als jij medeplichtig bent geweest omdat Hoefdraad een opdracht heeft gegeven. Ja. Daar is de RVC toch ook medeplichtig. Oh, maar wist je niet, de centrale bank had maar 1 persoon in dienst. Geen 450 man, nee. De organisatie bestaat uit 1 persoon. Maar dan nu heb ik toch die vraag. Ja. Dan waarom heeft Hoefdraad jou aangevallen? Aha, goeie vraag. Ja. Want dat is raar, hè? Ja, maar dus het grappige is, die man heeft jou aangevallen om zichzelf een hamer op zijn hoofd te slaan. Eigenlijk. Ja. Oh, oké. Dat vind ik heel leuk eigenlijk. Ja, niet heel leuk, maar ik vind het heel ironisch dat die man zegt... Het is... Robert heeft gekke dingen gedaan en de politie komt. Hé, jij daar, meekomen. Nou, het politiële rapport van de heer Hoefdraad is zeer leuk geschreven eigenlijk door de politie. Dat ze, en daarom ook weer de twijfels, want dan staat er... Ja, dit is vastgesteld dat het niet op waarheid wordt berust, toch? Wat jij verklaart. Of wat daar wordt verklaard. Mm-hmm. En proberen iets in de schoenen te schuiven van de governor. Ik denk, oké, het is afgelopen weer, again. Ja. Nee hoor, dan ben je opeens medeplichtig aan het geheel. Ik denk, dus nou, de politie zelf heeft gezegd dat Hoefdraad is mokotjens op crack, gewoon in mijn woorden. Dus hij zegt rommel, het is onwaar en toch werd je opgesloten. Ja. Nee, je was al opgesloten. Toch word je niet in vrijheid gesteld. Ja. Kijk, dat opsluitenmoment is nog bijzonderder. Jij moest gewoon gaan voor een gesprek, heb ik begrepen. Ik ben uitgenodigd voor een gesprek. Ik kom daar aan, beveiliging enzovoort. 6 februari. Ik weet het nog. Het is even... Eerste, een financieel onderzoek bij de Centrale Bank. Die 13 januari 2020 begint en binnen een week is afgerond. Een financieel onderzoek. Als je een bedrijf financieel onderzoek bij al een paar maanden bezig, want je moet alle bonnetjes, alles moet je gaan checken. Dus vervolgens verklaart Michael zoekt naar een andere directeur. Ja, maar dat was geen onderzoek. Ze hebben enkele stukken opgevraagd, zijn niet gekomen. En ze hebben een rapportje gemaakt. Ik denk, oké, wacht eens even. Dus binnen een week. Geen onafhankelijk onderzoek, want Narendorp is de huisadvocaat van Kepelani. Oh, die naam is laatst ook al gevallen in een ander project. In een podcast. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Dus, dus op een gegeven moment zit ik van, oké, ik ben met verplicht verlof. Ga kijken. Mm-hmm. Ik heb alle documenten. Ik heb alles is getekend. Alles toen was je al ingesloten? Of? Nee, nog niet. Je was eerst op non-actief? Non-actief. Ja. Toen vervolgens was het op een gegeven moment, 17 januari komt de Hoefdraad terug. 21 januari staat hij in het parlement, staat de zaken aan te geven als wurgcontract, cryptocurrency, overfacturatie van wagens. Ik denk, zo. En ik ben niet bekend met de projecten en ik ben niet bekend met Clairfield en degene die de opdracht uitvoeren. Maar de handtekening is wel bij het blaadje van de goedkeuring. Nou, sterker nog, er was zelfs een brief opgemaakt waarbij Clairfield en Orion de opdrachten zouden uitvoeren die door de minister verstuurd is naar de parastatalen. Dus die brieven zijn er, hij zegt ik ken het niet en men luistert toch naar hem. Oké, duidelijk dan. Mm. Dus, weet je, met alle respect... Op dat moment is het nog wel een minister die dat aangeeft. Alle respect, mi balao. Ja, ik bedoel, idem zo ook. Ik kan ook bijvoorbeeld de politieke partijen niet kwalijk nemen dat ze niet verder willen kijken. Want ik denk, je wil verkiezingen winnen, zetelwinst. Ja, dus, je hebt VAP wel een heleboel kruid gegeven en bommetjes natuurlijk. Want nu heb ik op een gegeven moment, hier zijn de documenten, spreek de waarheid dan. Ja. Ik bedoel... Nee, maar voor die campagne was het geweldig. Voor die campagne was het geweldig. Je bent op het juiste moment gekomen, juist, dat kan ik je wel zeggen. Juist. En dat ben ik natuurlijk onderhevig, maar men moet wel voorstellen, nu kom ik dat het moment van eerste oproep. Terwijl de bankwet, alsmede de anticorruptiewet zegt van je moet eerst horen en wederhoor toepassen. Mm. Ik moet je eerst oproepen, wat vind jij, hoe zit je daarmee? Ik bedoel, niet alleen de egaars, maar bankwettelijk moet je dat ook hebben gedaan met je RVC. Ja. Nee hoor. Hé, luister, kom hier. Wat zeg je? Nee, hier is je blauw. Yo, take a copy. No, de. Ik zeg, oh. Eigenlijk zoals we het zeggen, hij heeft me in een file gezet. Waar ik wap-wap heb geleerd en dergelijke. Ik denk, nou, oké. Ook toen om uit te komen was natuurlijk... Ja, je kon niet meer uitkomen na 6 februari. Want je was gewoon weg. Je mocht een maand geen advocaten. Je was in isolatie, toch? Ja, maar zonder advocaat. Wacht, je mag geen contact hebben met je advocaat. Ik denk, oké, waar ben ik beland? Wat voor twilight is dit weer? Je weet, ik ben 2008, ben ik na 20 jaar verhuisd naar Suriname. Ik dacht, oké, Fosmi Gwinti, Futanja, was het al 2011. Yeah. Oké, ik ben thuis. Yeah. Ik ben gekomen voor mijn moeder en zo. Noem maar bonkie naar schuur. Dat was me. Dat ja. Maar aan de andere kant, weet je, je gaat leren over de levenslessen die het wel brengt. Want één, zonder bewijsvoering, zonder hoor en wederhoor, zonder onafhankelijk accountantsonderzoek, zet je iemand weg? Een governor? Sorry, dat onderzoek, degene die het heeft gedaan, was die bekwaam of bevoegd om dat onderzoek te doen? Wel, en als ik voor het eerst hoor dat een jurist een financieel onderzoek doet, dan heb ik genoeg gezegd. Welke jurist was dat, als ik vraag? Narendorp. Narendorp heeft hoogstpersoonlijk, naar jou zeggen, dat onderzoek gevoerd. Niet naar mij. Again, ik zeg niks. Oh, het staat in de rechts. Het staat, hij heeft het rapport. ik zeg je. Nee, ik moet het voorzichtig zeggen. Nee. Als je wil, pak ik alle documenten voor je. Ik geloof. Alles is zwart op wit en dat is nog het leukste van alles. Een jurist heeft een financieel onderzoek van het hoogste bankorgaan van het land gevoerd binnen een week. Ja. Wauw, we hebben echt wel toptalenten in Suriname. Zweer het je. Maar nu komt het leukste. Nu gaan ze dus eigenlijk, gaat OM, ik zit vast hè. Yeah. En Richelieu eerst, ik bedoel beton, beton. Ik dacht oké, is goed. Gelukkig was ik toen moddervet. Yeah. Dus je bent tompo, eventjes van piste. Dus het was een zachte landing. Yeah. Geweldig. Maar een ervaring waarbij je zegt van, nou, dit wens je natuurlijk niemand toe. Vooral ook de manier waarop. Hè. Ik bedoel, laten we eerst goed onderzoeken. Ja. Even maar schuldig, even maar voeren, even maar doosani, klaar. 100% met je eens. Maar je gaat niet op basis van, het lijkt dat zijn integriteit in het geding is. Op basis waarvan? Omdat de contracten zijn getekend voor... met partijen waarvan zij vinden toen dat het absurd hoog was. Maar dat is omdat ze die vergelijking niet hebben. Maar waarmee hebben ze vergeleken? Want ik heb die vergelijking wel, toch? Met internationale maatschappijen is het, waren ze niet de duurste, laat maar het zo zeggen. Nee, dat komt later. Dus dit is een argumentenassumptie. Ja. Ik zei, oké, ik heb een contract aangegaan met Dave, in Tekavel en weet ik veel wat nog meer, maakt me niet uit. Iemand roept, nou, maar dat is absurd hoog. Zonder te checken. En dan wordt Mofassi. Want voor hetzelfde geld had jij dat gedaan voor de centrale bank. En dan zeg je, jullie zijn samen. Nou waren we beiden in de shit. Sorry. Ja, je kan goed uitgaan, maar gelukkig je nog actie niks voor doet. Ja, maar dat bedoel ik. Maar dat is gebeurd met je partner ook. Juist. Dan wordt niet eens gevraagd van, maar wat zijn die projecten? Ik bedoel, Orion, dat accountantskantoor, is ingezet om projecten uit te voeren. En dan komen we bij de US Fed. Ja. Zo meteen. Dan denk ik van, ja, wil je dan de US Fed niet hebben? Maar de Fed is ook aangetrokken door Orion eigenlijk. Nee. De Fed is het, laat maar even, de Fed is FED, toch? Ja, Fed Federal Reserve van Amerika. Federal Centrale Bank van Amerika. Juist, juist. Nee, dat is apart. Laat me even dat apart. Oké. Dus ik zei op een gegeven moment ben je gearresteerd. En na een jaar komt de deskundige van het OM zelf, die ze gevraagd hebben. Krolrapport noemen ze dat. En die zegt, nou inderdaad, er is niks mis met die contracten. Wat jullie daar zeiden is nonsens. Het is internationaal gebruikelijk, absoluut. En het zijn de deskundigen die dat rapport hebben en die de opdracht hebben gekregen. Dus nu denk ik, maart dat jaar erop al, ik ben al een jaar vast, dat rapport komt uit. En ik denk, oké, tijd om naar huis te gaan. Want alle aantekeningen die... Ja, want je weet op basis van een rapport van Narendorp ben je opgesloten. Dus nu als er een tegenrapport komt, dan hoort het eigenlijk ook zo te werken. Ja, maar die ander die heeft geen hoor en wederhoor toegepast, toch? Dus en is jurist? Ja, ik bedoel, wanneer ik onderzoek doe, dan moet ik wel gaan vragen. Dave, wat vind je hiervan? En waarom heb je zo'n besluit genomen? En waarom heb je dit? Ja, want het eerste onderzoek is eigenlijk een piloot die zijn duikboot hebben laten varen eigenlijk. Ja, en dan trekt hij nog conclusies ook zonder jouw input. Ik denk, nou ja, jongens... En degenen die daarbij waren, en dat vind ik ook zo mooi, want die zegt op een gegeven moment, ook in de verklaring, ja, het was wel goed wat we deden, maar ja, er zijn toch nog, ja, ik weet het nou niet meer. Die stopt ook met, ja, Orion is wel belangenverstrengeling, punt. Ik zeg, nee, maar zo staat het niet in de wet. Er staat in de wet, wat heb je gedaan tijdens de procedure, dus ik wil aantrekken, aan waarborgen, om mij onpartijdigheid, onafhankelijkheid te bewaken. Ja, maar ik denk dat dat wel een kardinale fout is geweest. Nee, want je hebt ook... Nee, maar puur gewoon om problemen te voorkomen... moest je niet je eigen bedrijf erbij hebben gehaald. Oké, dan zeggen we nog een keer... BDO was betrokken, Ernst en Jong was betrokken... er waren andere registersaccounts al betrokken daar zo... die al met de werkzaamheden zijn, want daar kom ik wel op. Er waren wel anderen bij betrokken? Ja. Kijk, dat alleen dat het de Orion Show was. Nee. Oh, maar die is genoemd, namelijk. Omdat daar ik aandeelhouder ben. Oh, dus voor de duidelijkheid, er waren meerdere bedrijven bij dit hele circus. Nee, de centrale bank. Ja. Juist. Ja. En, maar alleen Orion is naar buiten gekomen. Want ik dacht altijd, Robert zegt, alles is Orion. Nee, helemaal niet. Ben je verre van. Dankjewel voor die clarification daarvan. Heel apart verhaal. Ik kom binnen bij de centrale bank. Ik denk dat ik klaar ben met dat stukje van 6 februari na arrest en na een jaar. En je moet de centrale bank, moet je dus zien op een gegeven moment, je maakt een beginassessment toch, wanneer je iets overneemt. En je ziet, er is geen compliance department, er is geen risk department. De treasury van ons land wordt door 1 persoon uitgevoerd. 600 miljoen in zijn handen. Ik denk zo, sla je dit? Oké, is goed. Laten we beginnen met het gedeelte. Dus dat is vastgelegd. We zijn begonnen maart, april, daar in de buurt. En ik zei op een gegeven moment, je kent de aanhouding van de 19,5 miljoen. Juist. Dat betekent, dat is in 2018 gebeurd, nog niks te maken met de centrale bank, maar nog niet eens daar enzovoort. Maar je ziet op een gegeven moment dat de dollarbehoefte begint te lopen. Want je moet euro's verzenden, cashdollars terugbrengen. Deze partij ging naar China. Dus de eerste vraag is, maar ja... Mijn voorganger, de heer Telting, die ging naar Nederland, bracht ze euro's, kreeg cash dollars. Makkelijk toch? De Hoefdraad als governor, die gaat naar China, brengt euro's en krijgt dollars, cash dollars. Nu zijn ze aangehouden, nu heb je een probleem. Nu heb je verdachte banken. Mm-hmm. Dus alles loopt een beetje vast. Dus je gaat je krabben en denkt van... Oké, wacht. Wie bakt de dollars? Wie maakt dollars? Yankee. Yankee. Yeah. Yankee doe. Waar gaan we in China en Nederland? Ik snap het niet. Dus jij bent gewoon naar de bron gegaan? Ik denk, maar ik zal... We zijn nu in Noord bij wijze van... Yeah. Gewoon in Zuid. Ik zal langs Fernandes bakkerij rijden. En tot naar Noord om brood te gaan kopen. En dan denk ik, ja, wie is gek? Ik ben er wel achter gekomen waarom we dit soort dingen deden. Want ik ben, denk ik, vol trots gegaan met die 4 meter hoge deur in Amerika. Ik denk, met een team van de centrale bank. En we staan daar, we kloppen aan. Ik kom uit Suriname en ik wil cash dollars hebben. Ja. Hier bij de Amerikaan kijken. Waar kom je? Waar is dat in Texas? Die krijg ik vaak, hè? Yes, I'm from Suriname. Ergens in Afrika? Is dat in Texas of in Afrika? In Afrika, ja, oké. En ja, oké, gaat u maar zitten. Suriname, oké. Blam, dossier. Ik zou zeggen, probeer het. Yeah. Probeer cash dollars, die gebruikt wordt voor alle zwarte markten. Terrorism financing, et cetera, et cetera. Tjago. Dus we zitten daar. Ja, we hebben het nodig, want we hebben 70% informele circuit. En we hebben de dollars nodig voor de goud en voor de visserij enzovoort. Hoe is het met je compliance in Suriname? Oh, nou, we voldoen aan een van de 40 aanbevelingen. En bij de bank heb je een compliance department? Nee. Heb je een risk department? Nee. Oh, wat is de laatste jaarrekening? 2015. Hoe is het met je jaarverslagwetgeving? Nou, die hebben we net geïntroduceerd, maar ze hebben weer uitstel gegeven voor 3 jaar. Oh, oké. Je geld. De heer Stef Blok called you a failed state. Why? Wat zijn... Hebben die iets te maken met ISIS? Er waren 2 ooit gearresteerd. Wist je dat de Bali-bombing... dus dat dossier wat voor je wordt gekoppeld... is dat we op een gegeven moment met hangende pootjes... terug zijn gegaan naar Suriname en denk... Zo, dat doen we niet meer. Volgende keer maar een e-mail sturen. Katje. En wat we toen hebben gedaan is... ik heb iedereen aan boord gehaald. Ik heb mevrouw dokter meester Jennifer van Dijk-Silos als voorzitter voor de NRA. Ik heb gezegd, hey, president, zijn excellentie, de heer Bouterse, u launcht het project. Want we moeten een signaal beginnen te geven aan het buitenland dat we ernstig bezig zijn met dit gedeelte. Nou, zo gezegd, zo gedaan. We hebben de compliance department opgezet. Ik heb een soort van FIAT opgezet. Afdeling FIT, Financial Intelligence Department. Riskafdeling in de RVC-indelingen voor auditcommittee, riskcommittee, deugdelijk handboek, inhaalslag, jaarrekening. En dat hebben we in 4 maanden gedaan. Had je ook een jurist in dienst misschien die financieel stukje voor je moest doen? Nee, maar je hebt echt professionals bij de bank. En zoals... Michael dit zo verwoorden, zoekt hem dan. Hij zegt, we hebben gewerkt 24/7 plus. En dat klopt. Dus in 4 maanden tijd heb je alles wat er tekort was om met de vet weer te praten? Ja. Om ze uit te nodigen. Ja, inderdaad. Hebben jullie alles in orde gemaakt? Ja. En toen zijn ze hun due diligence komen houden. Dat houdt in, ze komen eigenlijk... If de maas zegt, de maas draait tapu alasang. Ja. En we zijn er doorheen. Dus Federal Reserve van Amerika is naar hier gekomen tijdens jouw bewind. En nadat je alles hebt geïmplementeerd en ze hebben gezegd, ai, akukuru seti. Ai. En die hebben het vertrouwen gesteld in de regering en de centrale bank. Ongeacht die 19 miljoen die al was aangehouden. Exact, ongeacht het hele dossier. En dan denk ik van ja, oké. Maar dat is nooit echt bekendgemaakt naar buiten toe, toch? Wel, dat is een hele mooie, en dat is ook weer een leuke. Alles is op YouTube te vinden. If you look van Trikt, bekendmaking US Fed, interview. Als je kijkt naar de governor in IMF, oktober annual meeting, praat hij eigenlijk zelf over dezelfde projecten als incubatorsrollen enzovoort. Stafvaste in Nederland, september 2019. Jaarbeurs, Centrale Bank voor het eerst op de jaarbeurs bij KKF, want wat zegt de Centrale Bank? Ik kijk niet naar die mensen die valuta. Ik kijk naar de mensen die SRD waarderen. En dat doe je op de KKF-jaarbeurs. Oh ja, maar jullie wilden ook een actievere rol, zoals je zegt, gaan invullen in de samenleving. Om als de een sociaal-economische ontwikkeling. Yes. Ik bedoel, er staat zelf het begrip self-reliance. Ik bedoel, je ontkomt er niet aan om dat aan te geven. Oké, maar ik wil even teruggaan op die dollars. Dus vet is gekomen, jullie zijn goedgekeurd. En toen? En toen, dat is september, oktober gebeurd. Nou, toen kreeg je op een gegeven moment die hele leuke val van de dollar. De stabiliteit is gegeven. Omdat wij elke keer ook werden gecontroleerd door IMF. Weet je wel, die heeft een kwartaalassessment enzovoort. Je gaat er naartoe. Maar IMF, sorry voor de duidelijkheid. Ja. IMF controleert je ongeacht als je geld wezen leent of niet. IMF bemoeit wel altijd in je bankensysteem. Ja. Oh, die moeten rapportages, die maken landenrapportages. Okay, dus die komen echt wel vaststellen van hey, hoe staat het daarmee, hoe staat het daarmee. En IDB deden we met financial inclusion. Dat we zeggen, iedereen moet een bankrekening. Want je wil die 70% van het informele circuit weer toch terugbrengen. Geef aan die Brazilianen een werkvergunning met een mobile banking ding. Dan heb je die cash dollars niet meer nodig. Dus al dat soort zaken die zijn in place gegaan. En dan denk je van ja, ik heb mensen er teruggehaald die waren weggestuurd. Want we zijn hier, we dienen de Surinaamse vlag. We zijn doen aan, het is niet eens natievorming, want we zijn al een natie. Ja. Ik bedoel, alle Surinamers die willen inzetten voor de ontwikkeling van Suriname. Dat heb je nodig, anders kom je niet verder. Dus het jammer is dat het in een verkiezingsjaar is geweest. En dat ik heb echt blinde vlekken. Sorry. Ik zie de red labels niet langskomen van, oh wacht even, want ik ben geen politicus. Red flags, red flags. Ja, je bent niet van, maar politiek is vies dus. Zwaar. Je moet het herkennen, je moet het... neem je de tegenpartij kwalijk dat ze je eigenlijk zo die tokko-tokko hebben gehad... Ik neem het hun niet kwalijk, want in die zin, het is politiek wat er gevoerd wordt. Het is een verkiezingsjaar, dus wat dat betreft kan ik je zeggen, ik ga je vergeven. Maar om me te onthouden van mijn kinderen 3 jaar, dat ik mijn gezin in de lockdown COVID 2 jaar niet heb gezien, is pijnlijk. Hoe lang heb je je kinderen niet gezien? In de lockdown 3 jaar. Dus ze mochten niet eens op bezoek komen? 2 jaar hadden we COVID, toch? Dus dat was er ook geen... Ik was niet in de gevangenis. Dus je spullen worden afgegeven, je spullen worden een keertje afgegeven en daar, ik bedoel, ik ben in het ziekenhuis opgenomen 2 keer. 2 keer uitgevoerd, ja. 1 keer met A-team, 1 keer zonder. Ik bedoel... Was je zo gevaarlijk met die penfire? Apparently. Karabijnen eromheen enzovoort. En hoe voelt het nou als je in het ziekenhuis ligt en je denkt, hey, brad, ik ben een papieren tijger en ik zit hier zo met het A-team om me heen? Nou, uiteindelijk zei ik van ja, ik ben sowieso op dat moment was weer de lering van tijdens de centrale bank dat je opeens met beveiliging moet rondlopen. Ik, zo'n vrije vogel als ik ben, was het ook al niet gewend. Op het moment dat mensen zeggen geef 8, zit ik rond te kijken, is het voor mij? Dat was nog de eerste lering. Maar ik denk ja, toch raar dat je zo geprojecteerd kan worden. Dat de beeldvorming eigenlijk op die manier is geschapen, is een kwalijke zaak. Dat vind ik wel. Ja, ik kan me voorstellen dat heel erg... Daarom zei ik dus wanneer ik... want ik had... toen jij nog vast zat, had ik dus je moeder in de podcast. Ja, ja. En toen was de narrative nog, je bent het gezicht van de financiële ondergang bij wijze van spreken. Toen... En toen je moeder bij me kwam, waren er mensen van, hey, hoe heb je het in je hoofd gehad om met zijn maat te gaan praten? Ik dacht, nou, ik heb een beetje rondgevraagd en bepaalde dingen zitten me niet goed. Ja. Dus ik wil wat meer horen erover. Nou, en zeg je op een gegeven moment de financiële ondergang. En dat vind ik leuk, hè? Want ik bedoel, er zijn nu internationale rapportages die feitelijk weergeven hoe wij ervoor stonden. Vertel me over die feiten van toen jullie ervoor stonden. Okay. Maar kan je trouwens met die feiten sjoemelen? Nee. Niet? En dit is het leukste. Dus daarom vraag ik het, want ik kan ook schrijven, we hebben winst gemaakt, maar dat is niet zo. Het leukste is dat het verschillende rapporten zijn. Okay. En verschillende mensen, verschillende instituten, gerenommeerde instituten, die rapporteren. Oké. Het jaarverslag Centrale Bank 2019, dat uitgekomen is in juni 2022, gecontroleerd door een onafhankelijke accountant, getekend door... En vastgesteld door de RVC als mede de governor die nu speelt. Dus? Dat is die periode dat jij bent opgesloten? Ik zat vast. En juni 2022, hè? En toen was het juist... 3 jaar na dato, of 2 jaar na dato. En hoe is het rapport nu, als je het vergelijkt met... Nee, dus daarom zeg ik, het jaarrapport over het jaar 2019 is gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. Oh. Afgetekend door de huidige RVC, afgetekend door de huidige governor. Dus de nieuwe regering heeft het zelf afgetekend en goedgekeurd? Jaarverslag. Oké. Okay. Dan ga je er doorheen. En dan zie je geen enkel nadeel. Nee, je ziet opeens winst voor de centrale bank. Hey, je ziet de opbouw van de internationale reserve. Je ziet dat er aan een dekkingspercentage is. Stop. Dan vervolgens zie je ook wie de handelingen hebben gepleegd vanaf het begin voordat ik überhaupt binnenkwam. Dus al die leugens, die zijn nu verklaard af feitelijkheden. Dus men kan niet meer komen. Sorry, voordat je bent gekomen of nadat je bent weggegaan? Die handelingen waarop je het hebt? Nee, in mijn jaar 2019 is nu vastgelegd. Oh ja, duidelijk het aan. Dus alle onwaarheden, zal ik maar zeggen, om niet vieze woorden te gebruiken. Zoals Bama style. You got bold. Zijn nu gerapporteerd als zijnde, hey, het is de onderbouwing van wat ik altijd heb verklaard. IMF, tik het in. www.imf.org. Yeah. 2019 rapport, wat zeggen ze erover? Hey, het ging goed. Het beleid, ja, aan het fiscaal beleid moet u nou echt wat doen. Ik zeg ja. Aan de schulden moet je echt wat doen. Ik zeg ja. Maar er waren geen achterstanden op die manier. Er was inflatie van 4,2%. Dus je waarde van je biljart is nog steeds even waard. Ik heb met SRD's, en ik hou van de SRD. En je gaat er ook van houden. En ik ga je vertellen waarom. We zijn een goudproducerend land. Ja. Nergens ter wereld is een goudproducerend land. Dus, ik bedoel, met een bevolking van dit formaat. Ik druk SRD, gewoon simpel. Ik druk SRD. Hoeveel kost het me? Giraal, hè? Of Gartaal? Giraal is gewoon eventjes implementeren in je computer. Ik koop goud met SRD. Ik verkoop het in het buitenland. Wat stort dus op mijn rekening? Dollars. Dan waarom is mijn SRD zwak? Kan Curaçao dit doen? Nee. Kan Aruba dit doen? Nee. Kan Barbados dit doen? Ze kunnen zout verkopen. Dus snap je wat ik zeg? Ja. Waarom zouden wij armoede hier moeten tolereren? Ja, en maar dat is het verschil met... Is dat niet wat je zegt van die hoop toch? Mensen hebben geen geloof en hoop in hun eigen geld. Maar het is, en dat hebben we gedaan. We hebben in 4 maanden, ja, zoiets, 70 miljoen aan goud gekocht. Met SRD. En later weer verkocht tegen dollars. Om de dollars te laten storten. Yes. En dat is die stijging van die internationale reserve. Dus eigenlijk heb je de bank daar ook niet benadeeld? Helemaal niet. Nee, ik zoek naar een benadeling, want je bent een rover. Dus daarom wil ik weten waar heb je benadeeld. Nou, dus daarom vraag ik het je. Je bent bestempeld als zijnde rover. Ja. Maar het is niet te lastig gelegd, want OM vindt het ook van niet. Dus ik denk van ja, Openbaar Ministerie, als jij dat ook van niet vindt, dan mogen de mensen met hun meningen op het dak gaan zitten. Oké. Okay. Want meningen hier in Suriname, dat komt zelf geïnfiltreerd in het rechterlijk systeem van... Ja, de maatschappij vindt, dus ik doe het maar. Anders is het... Winst in haar bewijs, je bina kopie. Is dat echt aangehaald, dat de maatschappij... Dus de maatschappij drukt? Oh ja, ja. U hebt de rechtsorde verstoord. Ik zeg, anomie, ik heb geen leugens verteld. Dat is 1. En 2, ja, de maatschappij vindt dat hier iets is aan de hand is. Daarom staat er ook in het... We zijn leuk in het requisitoor van het OM... U hebt een strafbare feit gedaan op een legale manier, maar op slinkse wijze. Ik denk, oké. Prima. Een strafbare feit op een legale manier. Zonder delictomschrijving, want dat komt niet voor in het strafrecht, wat jij hebt gedaan. Want toen was het opeens, ja, maar dit had je niet mogen doen, hè? Juist. En dat is buiten de bankwettelijke bepaling, dat je dat niet had moeten doen. Ik zeg, maar die bankwettelijke bepaling heeft geen strafbepaling. Dat klopt. Maar ik vind het toch. Ja, dan ga je daar aankijken en denk van, oké, als dit de situatie is waar we tegenaan lopen, dan wens ik echt de rechters veel wijsheid toe. Maar op het financieel-economisch aspect. Dat was een eis van 9 jaar of zo, no? 10 jaar eis. Wat gebeurde er met je toen je dat hoorde? Nee, OM is vrij in wat ze mogen eisen. Ze mogen ook eisen dat, zoals mijn advocaat zegt, dat God op aarde komt. Maar dat wil nog niks betekenen. Nee, maar dus kijk, je ziet hoe de zaken gaan. Je wordt opgesloten, je wordt gegooid van de ene kant naar de andere kant. En die sorry eis van 10 jaar. Had je ergens wel in je hoofd van, Mika? Nee, want zij beslissen dat niet. Je moet het duidelijk. Openbaar ministerie zit aan die kant, je verdediging zit aan de andere kant. Dus zij mogen zeggen van, hé, ik vind dat hij God is. En dan willen ze eisen, ik wil dat je naar de hemel gaat. Ja. Of naar de hel eigenlijk, zal ik maar zeggen. Want zij vullen dat in. Ja, dan mag je vinden. Maar hier en hier zijn de... Laat de feitelijkheden spreken. Duidelijk. En dan vervolgens zit er een rechter. Die moet dan gaan kijken naar... Wat is de inbreng en die moet aan waarheidsvinding doen. En als de rechter op dat moment zegt van... Ja, een resolutie van de president zegt me niet zoveel. Ja, dan weet je wel voldoende waar je zit. Of het leuke... Een huis of pand. Kopen. Koopovereenkomst. Is dat een... Wat versta jij onder... Ik wil het echt van je weten. Blanco krediet. Wat is dat? Blanco krediet. Ja. Blanco is? 0. Oh, en een krediet is een? Lening. Als ik je huis koop, is dat een blanco krediet? Nee. Oké. Okay. Nee, ik dacht misschien ben ik even verstoord. Maar nee. Ik denk, hoe in hemelsnaam moet ik dit gaan uitleggen? Of moet dit uitgelegd worden? En als je geen deskundige of raad pleegt, waarbij in het sowieso in het Kroon-rapport, want dat zijn wel financieel deskundigen, die zegt op een gegeven moment, a fairness opinion is een fairness opinion en is redelijk en billig. Wat houdt in een fairness opinion is een taxatie van de goudinkomsten en royalties. En ik vond dat wel een hele mooie, want dat staat op tot heden als zekerheid bij de centrale bank. En dat is ook juist. Yeah. Want waarom zou ik de staat, die mijn enige klant is, naar het buitenland sturen om al onze tegoeden als onderpand weg te geven als je hier je eigen bank hebt? Ja. Ik word net gemeld, ik heb nog 5 minuten. Ik wil nog wat dingetjes aan je vragen. Ik heb gehoord, je bent nou de beste kok uit Santo Boma. Vertel. Nou, voor de meest onplezierige ervaring... Ja? Vrijheidsberoving is niet niks, maar ik neem aan dat jullie daar nu wel heel veel van af weten. Vrijheid, ontneming en beperkingen. Is het nog wel iets dat ik weer heb leren schrijven. Ook liefdesbrieven weer aan mijn echtgenoten, want ja, je hebt geen contact. Ja. Hè? Dus ik heb er toen ook uitgeschreven dat ik 7 maanden op een schip ben en ik ga je heel lang niet zien. Liefst Robert. Nee, maar kookprogramma's, ja, dat keken we wel. Een beetje dammen, een beetje schaken, maar... Ik denk als mensen praten over armoede, weten ze nog niet eens waar ze over praten. Totdat je daar hebt gezien. De manier waarop we opgaan met mensen, wegstoppen en denken van verdoe je tijd, niet resocialiseren, geen kansen bieden, daar maak ik me wel sterk voor. Toen wij op een gegeven moment na 2 jaar nog geen bezoek kregen, ik denk wat is dit voor? Isolement eigenlijk, wat je doet met gezinnen en families. Je ontneemt ze, want sommigen zijn provider van. Ik zeg altijd, je kan 10 schuldigen buiten hebben dan 1 onschuldige vast, als het ware. Maar bewijsvoering, laat dat spreken. Maar ook, ja, je schaakt een dam tot je doodbloedt, als het ware. Dus ik ben kookprogramma's inderdaad gaan kijken. En ik waan me nu zelf de beste kok. En hoe weer je anders vertielt. Bij deze, ik kan biggest kampioen. Ik nodig mezelf bij deze uit. Wat is je specialiteit trouwens? Maar overigens, om mee te nemen naar de onderste... Ik zal maar niet zeggen de onderste laag, want het kan iedereen overkomen. Yeah. Zelfs iedere publieke ambtenaar of een ambtenaar of iemand die geen verweer mag voeren, gewoon wegstoppen. En we zien wanneer het onderzoek eindigt en na 2 jaar, ja, oké, ik heb niks gevonden. Je bent guilty until proven innocent hier, niet omgekeerd. Exact. Ja. Maar dat is net als nu, hè. Je bent nu in hoger beroep, met andere woorden. Je kan weer terug. Je bent innocent until proven guilty. Ja. En toch zou je meningen hebben van, Ik denk nee, zo werkt het niet. Ja. Als jij dat niet kan respecteren, voilà. laat het een keertje overkomen, want het kan nu iedereen overkomen. Duidelijk. Ook in de privé. Zelfs waar de anticorruptie niet van toepassing... De wetgever was duidelijk, hè? Die zegt op een gegeven moment... Hoe ongewenst dan ook, het is niet van toepassing op Dave. Maar Dave is rotte. Wat ik wel grappig vind, je hebt het over een bepaalde wet. Ja. Maar die wet waarvoor jij werd opgefokt, ja, is nu afgeschaft. Nee. De commissie, ja, die dus een aantal zaken moest gaan doen... en die eigenlijk dat eerste gesprek moest voeren van... Hey Dave, wat is gebeurd? Ja. Heb je problemen met die anderen? Ja. Oh, nee, oké. Laten we de documenten. Ik zie dat hier. Ik ga dit dossier toch moeten doorsturen naar het Openbaar Ministerie. Want ik vind hier, voor jouw protection... Mm-hmm. dat er wel zaken zijn die... of het kan zo zijn... nee, er zijn hier geen zaken die zijn aangetroffen... die je door moeten sturen naar het OM. Dus... het leukste ervan is... men pakt je op... die commissie is er niet... en dan vervolgens word je vervolgd... want de integriteitscode... die aangeeft daar... dat de wettelijk artikel waarin gepubliceerd zou moeten zijn... die is ook niet gepubliceerd. Dus ik zeg, maar wat is je norm dan? Want ik heb de IFAC-norm gehanteerd. Ja. Ja, maar ik vind dat niet voldoende. Ja, wat vind jij dan? Ja, die wet is er nog niet, maar... dat is dom. Hey, dus, welkom. En, maar over een serious... Dan keiharde realiteit eigenlijk, wat er hier gebeurt. En die realiteit moet verteld worden. Ja. Dat is, vind ik, het belangrijkste. Want ik vind op een gegeven moment dat... de versteviging van Suriname... rechtszekerheid, de versteviging van onze positie als Surinamers, internationaal en nationaal, absoluut één moeten zijn, waarbij op een gegeven moment zeggen van, hey, we zijn er allemaal trots op, ik voel me daar veilig. Niet zoals wanneer Interpol aangeeft van, zijn jullie beleid aan het vonnissen? Ik begrijp jullie niet. Ja, want Hoefdraad is ook kwijtgescholden door Interpol. Ja, maar vanzelf, het is beleid. Oké. U bent minister van Financiën. We gaan nog een beetje door, hoor. Dus Dave, je bent... we gaan gewoon nog eventjes door. Dave, fuck it. Je bent minister van Financiën. En jij beslist op dat moment van... hé, wacht. Ik ga dit geld gebruiken voor Sorja Volk. In plaats van Milosa lening dat af. Yeah. Dat is rotto. Dus Interpol tak terecht. Nou, maar een beslissing aan mij, Mickey, toch? Ben je minister van... het staat toch in je taken? Hij mag bepalen wat er met het geld gebeurt. I mean, hallo. Maar dan eigenlijk, voor de duidelijkheid, hoeft dat kan gewoon vrij rondreizen dus op dit moment. Maar waarom zou in deze case centrale bank samen doen? Neem je hem kwalijk dat hij jou in problemen heeft gebracht? Ik heb hem kwalijk genomen, maar ik heb hem vergeven, want het zal wel politiek zijn. Hoor. Weet je... ik laat dat over aan de Heer. Ik ben wat dat betreft een gelovig mens. Ja, altijd je geweest. Je gaat meer bidden wanneer je in de gevangenis bent geweest. Nee. Volgens mij. Even je axe de man op centrale bank. Ze zegt ze, ik liep met mijn Bijbel en mijn pen. Oké. That's it. En de Surinaamse vlag. Ja. Voor mij belangrijk. Maar dus, je neemt Hoefdraad niet kwalijk? Ik heb hem wel kwalijk genomen. Maar waren er toch ook apps dat jij van hem had of zoiets? Ik heb alles. Dus je kon ook aantonen bij de rechter van Valken. Ik heb zoveel... bewezen. Het zit in het dossier. En dat dossier is publiekelijk, dus iedereen kan erbij komen om zich te verdiepen als ze dat zouden willen. En toch werd het niet gezien of gewaardeerd dus of gebruikt voor je vrijlating? Nee. Het laat ze eruit. En daarom ben ik ook een hoger beroep gegaan. Want ik zeg van ja, het maakt het ondeugdelijk toch? Waarom zou je niet meenemen? Ik bedoel, hoe kom je erbij om vast te stellen dat zelfs met het rapport wat je hebt, dat er geen nadeel is, dan ga je toch even tjintje zoeken naar... ja, ik vind het toch iets strafbaar, maar het is legaal, maar het is... Ik zeg, luister, als het niet omschreven is... Maar dan waarom is je partner? Fuck it, ik ga nog een beetje door. Hoor. Ik ga niet blij zijn, maar... misschien stopt het voor tv, maar dan op het internet gaan we nog even door. Waarom is je partner dan ook opgesloten? Omdat hij projecten heeft uitgevoerd. Dus net als hoe jij bijvoorbeeld medeplichtig bent geweest. Belangenverstrengeling heeft hij. Juist. Ja. Dus van Hoefdraad had jou gezegd, doe dit. Je hebt het gedaan. Dus dan eerst was jij medeplichtig, precies zo. Nee, hij is dus belangenverstrengeling, want hij heeft opdrachten uitgevoerd voor de centrale bank. Wat zij vonden dat het conflict of interest is, punt. Maar dus als mensen, maar BDO werkt het toch ook met z'n allen. Maar waarom zijn die anderen daar niet opgesloten? Dus je ne sais pas. Ik weet het niet. No sé. Ik zou het niet kunnen vertellen. Ik sta ook zo te kijken naar, ja, maar welke wet is nou verbroken? Ik heb zo gezegd, Geeft u mij aan waar het staat, wettelijk, welke wet ik heb verbroken. Welke interne regels? Ja, die ongeschreven regels heb je verbroken. Met dat, oké, wacht die. In een rechtszaak hebben ze dat. In een rechtszaak is er gezegd ongeschreven regel. Ongeschreven regel. Dus, ik dacht, oké, maar ik wist niks van die regel. Ja, het is ongeschreven. Ik dacht, oké, wel als je een stok wil vinden, nakipaya. Jongen, eigenlijk, dus een wetboek is waar alle regels staan. Nee, je gaat het niet vinden. Waaraan de rechter zich moet houden. Even voor de duidelijkheid. Ja. Hij toetst. Maar er is ook een ongeschreven wetboek ergens misschien dat ik niet... Dus, ik wil ook niet zomaar worden opgenomen. Nee. Het wordt nog mooier. Wacht. Doelmatigheid en noodzakelijkheid. We gaan niet meer kijken naar rechtmatigheid. Dat je directeur bent van je vuil op, is prima. Ja. Je mag tekenen contracten. Maar was het noodzakelijk? Was het doelmatig? Ik zeg, maar dat is toch niet voor jouw taak? Dat beoordeelt hier toch? Ja. Ik vind niet dat je aan de kromme elleboog vuil had moeten ophalen. Kon niet noodzakelijk om die investering te doen. Mos Rotimars. Zo, ik ga een veel minder grote bek hebben voortaan in Suriname. Okay. Dan moet tap me ondersteboven. Dus dit soort zaken maakt... Nee, de bewustwording moet er zijn dat dit eigenlijk ieder kan overkomen. Maar de bewustwording moet ook zijn dat we aan kwaliteit gaan moeten beginnen te leveren. En daarom zeg ik echt, ik heb vertrouwen nog in het rechterlijk systeem. You? Ja. Oh, no, nee, niet. Mijn Freda, ongeschreven wetboek staat in mijn schrift niet geworden. Omdat je daar niet van af kan komen, omdat dat onderdeel is van de trias politica. Waar ik wel moeite mee heb, is dat wanneer een uitvoerende tak in het parlement, waaronder die 21 januari, uitspraken gaat doen zonder enig onderzoek, of die op feiten zijn berust, dan heb ik wel zoiets van, jongens, waar zijn we mee bezig? Dus ik hoop van ganse harte dat Suriname zichzelf hervindt, dat de normen en waarden en de kwaliteit die wij hadden, gewoon weer tot uiting kunnen komen in dit geheel. En ik ben onderhevig aan het systeem, maar ik heb er nog volste vertrouwen in dat het goed komt. Ik vind dat... Eigenlijk, zo'n vrouw, dat is een mooie boodschap, maar ik vind dat sowieso een mooie boodschap. Je kookt tegenwoordig, je mag stiekem promo maken als mijn eten bij je bestellen, of is het nog, ben je nog niet zo ver? Nee, ik doe het, weet je, ik ben wel weer zo'n persoon, ik ga me niet opleggen wat er gedaan moet worden, vooral niet. Dus als ik er zin in heb, 's morgens, wanneer mijn kinderen komen, wat ga je koken vandaag? Dan zeg ik, oké, let's go. En dan ga ik weer even searchen en dan kom je van Azië. Wat kook je van mij dat weekend? Je kan van alles doen. Okay. Of je nou de lasagne wil. Dan weten jullie dat ik wel lasagne bij hem ga eten. Of met de tra bijvoorbeeld, soppiambo. Voor Corso. Ja, bijvoorbeeld. Ja, nog met haar braden. Oké. Mensen, heb je nog een boodschap? Snel, iets? Nou, al met al is, laat je mening, ga onderzoeken. Ja. De informatie is daar. Het is makkelijk naar boven te halen. Niet voor niets heeft Vesso gezegd, verifieerbare onwaarheden. Weet je wel, laten we stoppen met de opinionated. Als we allemaal willen werken aan wat Suriname en de potentie van Suriname... Dan is bewustwording daar één van. Maar ik bedoel, net als je een scriptie hebt geschreven, moet je bronnen vermelden. Yes. Je moet teruggaan naar de waarheid. En laat de waarheid gezegd zijn. Ik bedoel, als je beleid wil voeren op basis van de feitelijkheden, dan gaan we er sneller komen. Als je beleid gaat voeren op basis van, ik zal het netjes houden, met elkaar een lee. Maar ik zal het zeggen, verifieerbare onwaarheden, dan gaan we aan de bos in. Ik zou zeggen, walokka. Brada, dankjewel dat je bent gekomen. Hey, mensen, tot de volgende keer. Ik ga hem stiekem weer uitnodigen. Die snaswitori. Hi, dankjewel dat jullie hebben gekeken naar het programma. En als jullie hebben genoten, ga alsjeblieft naar onze YouTube-channel. Share, subscribe, like die tori. We zijn op Facebook, we hebben onze eigen website nu. www.thedavepodcast.com. Mocht het zijn dat je wil opgeven, omdat je je verhaal wil doen, dan kan je daarop geven. En tot de volgende keer. DVA baby. Let's talk.